<laughs> Mijn beste vrienden Paramaribo de Maribor Odi, Mins PD. We groeten u ook RC uit Japan. We Barion Odi. Oké, okay, binnenkort is het weer mogelijk om uh, tot elkaar te praten. Je zal er gebruik van maken, jazeker. Alle andere mensen, waar je ook bent, Yuna know Cinema. Ook met een andere nationaliteit. Juna Sanama en Minak Anugio. Respect. We doen Lolo Sanni. We zijn in een serie programma. en die heet Crisis. En daarin behandelen we al die dingen die als een crisis beschouwd mogen worden. Maar voornamelijk de veroorzaker van. De crisis. Wij. Zien de veroorzaken. Als. De grondwet. Van Suriname. Want die grondwet. Is zo krakkemikkig. Als de pest. Dat ding is een. Wanstaltigheid. Dat ding is een. Abominabel instrument. Wat al 37 jaar. Functioneert. Onder alle regeringen. En niemand. Heeft het in zijn hoofd gehad om die grondwet te veranderen of om zelf te berden te brengen dat het veranderd moet worden? We praten nog steeds over decreten die geslagen zijn in de tijd dat die grondwet buiten werking was gesteld. Dat was tussen 80 en 87. De nieuwe grondwet is gemaakt in 87. Beste vrienden, het gemaakt met de hete adem van de militairen nog in de nek van de mensen die aan het schrijven waren. Elke regering die kwam, heeft zijn vingers ervan afgehouden. Maar daarmee heb je jezelf medeplichtig gemaakt aan de crisis en aan elke crisis die op zichzelf voortvloeit. Uit de omissies van onze grondwet. Een mankepoot. Beste vrienden, er is niet geregeld hoeveel termijnen een president mag aanzitten. Het is duidelijk wat er daarmee bedoeld werd. Dat we zeggen, je kan jezelf in principe gewoon voor het leven benoemen. De, we zijn van vier jaar naar vijf jaar gegaan per termijn. Waarom? Dat. Weet niemand, want well, uh, in heel veel landen in de wereld praten we over gewoon vier jaren. Maar laten we het even uh, zo beschouwen. Daarbij hebben we veel te veel macht gegeven aan een president. Zodanig zelf dat het volk die president niet kan afzetten. Je moet gigantisch veel herrie maken wil er enigszins sprake zijn van dikke, dikke. De man zit daar en hij zit stevig en hij heeft heel veel macht. En die macht, die moet in een nieuwe grondwet worden afgeroomd. Beste vrienden, we willen zelf zo ver gaan dat we niet meer praten over een president die gekozen wordt omdat hij ook lid is en voorzitter is. Van een politieke partij. Dat is een onding. Het is een verschrikkelijk onding. U begrijpt wat er gebeurt, toch? Het is ook zo in China. En het is ook zo in Rusland. En het is ook zo in Cuba. En het is ook zo in Venezuela. Beste vrienden. In Suriname hoort het niet zo te zijn. Weet je wat het grappige is? Wij proberen als grote jongens te zijn, maar we zijn kleine kinderen in het internationaal gezien. We hebben helemaal geen bal te vertellen. We hebben 600.000 mensen te verzorgen en dat kunnen we niet. En waarom kunnen we dat niet? Omdat we stelen, we jatten, we dieven, we boeven, we bedriegen, we lichten op. Dit is wat wij doen. En daarom is Suriname in 47 jaar niet vooruit gegaan. Nee. We vervoeren. Nu is het zo. Corruptie hebben wij niet uitgevonden. Corruptie is de hele wereld is corrupt. Maar het kan niet zo zijn. Dat we het hebben over 90% corruptie in Suriname. En de rest hobbelt er maar achteraan. Want dat zijn wel degelijk eerlijke, integere mensen. Maar wij kennen dat niet. Wij hebben dus ook een integriteitscrisis. Dat want, Takkie, er zijn te weinig mensen die op een richtige manier aan de slag willen. Voor het land. ...die zichzelf als dienaar zien... ...van Suriname. Mensen die gekozen worden... ...en president worden... ...die zijn ineens verheven... ...boven de... ...boven de, de, de massa. Boven de mensen zijn ze verheven. Want... ...ze hebben twintig... ...volgauto's. Een heel legertje dat ze beschermt. Alleen in een dievenland... ...laat je je beschermen... Op die manier. Alleen in Fouvourma Land kunnen we praten over 20 en 30 volgauto's auto's enzovoort. En tegelijkertijd krappeert het volk omdat er geen, geen eten is. Kinderen gaan hongerig naar school. Onderwijs is verschrikkelijk slecht. Beste vrienden, die grondwet van ons. Maakt het allemaal mogelijk. Want de grondwet is de belangrijkste wet van het land. En die grondwet moet ervoor zorgen dat alle andere zaken geregeld worden. Binnen die grondwet moeten we dat kunnen doen. En als je het binnen de grondwet niet kan doen, waar ga je het dan doen? Beste vrienden, integriteitscrisis. Dus. Niemand is te vertrouwen. Zo gauw ze in het pluieje zitten, dan zijn ze niet aanspreekbaar. En of, wat je vaker hoort, ze beginnen te praten met woorden die ze zelf niet begrijpen. Ze gebruiken een vocabulaire, dus woorden die hol zijn, geen betekenis hebben. Ze gaan dwars over het volk heen. Maar één ding is er aan de hand. Het volk heeft honger. En. A hungry man is an angry man. Zei Bob Marley. Daarbij. Is de Suriname. Ook nog haar. In de identiteit kwijt. Want wie zijn wij nou? Wie zijn wij nou? Mensen. Van ver. Die hier gekomen zijn en hun bloed, zweet en tranen gegeven hebben om dit land op te bouwen. Hier gestorven zijn in de aarde. En anderen die met de Lalarouk zijn gekomen. Keihard hebben gewerkt. Mensen uit Indonesië in dezelfde tijd van de Lalarouk komen die. Chinezen, wie zijn wij nou eigenlijk? Wie is die Sernama nou eigenlijk? Het feit dat er op dit ogenblik nog steeds sprake is van een etnische manier van denken veroordeelt ons allemaal tot de koeienstal. Want we zullen er nooit komen. Make my words, read my lips. Zonder nationale eenheid zullen we er nooit komen. Daarom de idee van Suriname Unite. We kunnen praten in de politiek en de ene zegt... ...ja, we gaan een alternatief en een derde blok en een vierde blokken. zo een rotzooi. Zoals een nou in de dati. Zoals een vervoerder in de dati. 17 partijen hebben meegedaan aan de verkiezingen in 2020 en zes partijen hebben zetels gehad. Die andere partijen ze hebben 0 zetels behaald. En die horen zich eigenlijk te voegen onder een paraplu. En die paraplu is een soort Suriname Unite. Anders gaan wij scheiden. Want wat je ook doet, het blijft een verdeel en heers ding. Waarbij de ene te machtig is en de andere zich weer machtiger voelt dan die andere. Zoals een rotzooi nu idee. Lee. hypocrisie. We lichten maar op. Dat is wat er gebeurt. En daarom is het land niet vooruit gegaan. Maar met dit in het vooruitzicht. Zal het land ook nooit vooruit gaan? Beste vrienden, de grondwet moet degelijk op de schop. Die hele grondwet, niet alleen datgene wat is aanbevolen door het Constitutionele Hof, nee, die hele grondwet, immers. Als je die grondwet niet verandert, zal het best heel moeilijk zijn om alleen de punten. Van de kiesregeling te verbeteren of te veranderen. Immers, de grondwet geeft je een basis om een verandering tijdloos te maken. De grondwet moet de tand destijds kunnen doorstaan. Ruimschoots, de grondwet is er. ...voor het volk. En niet het volk is er voor de grond. Beste vrienden, we gaan straks verder. En... Uh, blijf ...nuchter denken. Blijf lachen. Want allemaal die... ...staan te schreeuwen... ...dan komt er een nieuwe partij... ...en dan dit en dat. Beste vrienden... ...ze beginnen met de beste bedoelingen. Net als Jan. Voor zitten. You no know more set you shriffy, you're sitting. Say your city. We'll devour us.